Ik was even aan het checken of mijn microfoon aan stond. Hallo allemaal, welkom in het Concertgebouw! Wat ontzettend geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Bij het 24e seizoen van de Babette Labij Music Academy. Even een moment voor mezelf. Zo, we zijn er. Wat heerlijk, hè? Hebben jullie er zin in? Ja! Hiervoor heeft iedereen er heel veel zin in, maar daarachter ook? Ja! Wat hebben we gewonnen, hè, gisteren? Ik was zo blij dat het niet op vandaag viel. We hebben namelijk wel eens een eindshow gehad, dat we nou, dat is jaren terug, maar dat het dus midden in een eindshow viel. Dat was minder gezellig, maar we hebben gewonnen en we zijn nu hier, dus we zijn helemaal euforisch met z'n allen. En we gaan niet hier voetballen, maar wat gaan we hier doen? En dat is het leukste wat er is. Ik vind het stiekem leuker dan voetbal. En dit is ook wat we dus al bijna 25 jaar doen. Niet alleen samen zingen natuurlijk, maar ook privélessen. Maar het samen zingen vinden wij wel het leukste wat er is. En dat onder leiding van de allerbeste zangcoaches van Nederland. En die zitten hier, dus ga maar even staan, jongens. En laat jezelf even zien. Ja! Ja, ja. Dit zijn de kanjers van de Belema. We hebben er nog veel meer, maar zoals dat gaat rond deze tijd, waren er al vakanties geboekt, eeuwen geleden. Maar we hebben een topteam, niet alleen voor, maar ook achter de schermen. En daar gaan we het vandaag mee doen. En voordat ik te lang ga lullen, mag ik dat nog zeggen? Ja, hè? Lang lullen mag. We gaan beginnen met de zaterdag 11:30 onder leiding van Gentle en Kim. Kom erbij. Kijk eens eventjes. Ik zeg maar zo, het is groen, het is blauw, het is oranje. Het is helemaal zomervibes. Dit is dus de voorste rij, jullie worden klaargezet. Zo, even staan. Hoe is het? Goed. Vind je dit spannend of valt het wel mee? Het valt wel mee, maar het is altijd wel een beetje spannend. Je hebt dit ook al wel vaker gedaan, hè? Ja, dit is mijn derde keer. Je derde keer. Nou, volgend jaar 25 jaar. Moeten we dan weer hier staan of vind je op een andere plek? Zeg maar eerlijk. Mij maakt het niet zoveel uit, maar hier is het wel mooi en leuk. Mooi en leuk vind ik ook. Ik vind het ook mooi en leuk. Wat gaan jullie zingen? Try Everything van Shakira en... Oh, De Klein van Miley Cyrus. Heel goed gedaan. Zo. Mag ik een heel groot applaus voor de eerste groep van deze show? Zet hem op. Oh,
Wat goed! Hoe ging het? Heel goed, vond ik. Ja, wat, ben je tevreden over jullie optreden? Heel zeker. Dat moet je ook echt zijn, want jullie waren helemaal uit je plaat aan het gaan. Heel goed gedaan. En wat een lekker kleurtje heb je aan. Ja. Oh, helemaal super. Dank jullie wel, de eerste groep van deze show. Grote applaus. Dank jullie wel. Heel goed gedaan. En we gaan door met een hele andere leeftijd. De dinsdag 7 uur, onder leiding van Robin en Sanne. Kom erbij. Dames. Zit er ook een heer tussen? Of zijn het alleen maar dames? Waar dan? Waar dan? Oh, daar, je komt gewoon uit als een duffeltje uit het doosje. Kom erbij. Zo jongens, wat gezellig hè. Regent het buiten trouwens? Nee? Wel? Ga lekker staan. Even, ik geloof dat ik weet wat de dresscode is. He, jeans, helemaal denim on... On denim. Denim on denim. Heb jij dat bedacht, zo? Nee, het is zelf bedacht. Oh, dat is zelf bedacht. Ik vind het enig. Ik ben ook gek op denim. Zo, hallo. Oh. Jongens, jongens. Oh, echt rustig aan. Wat gaan we zien? We gaan Home is on the Way van Kyandra Richardson. Wie kent er niet? En Faith van George Michael gaan we zingen. En Faith van George Michael. Nou, ik heb er heel veel zin in. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Nog iets te zeggen? Waar zit je? Zit de familie? Waar zitten vrienden? Ja, daar, zwaai even jongens. Ook niet zwaaien gewoon. Ik zwaai wel. Hoi. Ready? Groot applaus voor deze denim group. Thank you.
Wat geweldig, jongens. Wat waren jullie goed? Hoe ging het? Ja, het ging lekker wat mij betreft, zeker. Ben je trots op je vrouwen? Sowieso. Hoe kon ik ook anders wat dat betreft, ja. En is het dat jij er dan voor zorgt dat er geen andere mannen in deze groep mogen? Of hoe krijg je dit voor elkaar precies? Nou kijk, er was één andere man die probeerde te joinen dit jaar, maar... Die heb jij eruit gewerkt? Na een gesprekje, na de eerste les, is hij niet meer teruggekomen en verder heb ik niks erover te zeggen. Jongens, mag een heel groot applaus voor jullie. Waren echt fantastisch. Wat een heerlijke groep. Dank jullie wel. Ga lekker zitten. Oh, wat heerlijk. Nou, zonder dolle. Alle mannen zijn welkom, hè? Dat je nu ineens niet bang bent. Fleur. Oh, wat hysterisch. Hoe vinden jullie het? Enig, toch? Nee? Nee, ze vinden het niet leuk, Fleur. Nou, we hebben dus nieuwe merch voor deze zomer. Het leek ons heel erg leuk. Volgens mij, er zijn al zoveel petjes verkocht. We wilden een keer wat anders en een lekkere waterfles. Want wij willen altijd vragen als je naar de les komt om heerlijk je eigen fles mee te nemen. Kan je mee bubbelen en alles. Dus mocht je deze zomer nou dit petje hebben, maak even een foto en tag ons dan even. Tag met een G. Dat is toch leuk. Wij gaan door met de volgende groep. En de volgende groep heb ik hier staan. Dat is de dinsdag 4 uur uit Hilversum onder leiding van Milou en Fabienne. Kom maar bij. Oh, kijk. Oh, heb je haar zelf gedaan? Mijn moeder. Je moeder. Dat dacht ik. Dat is wel een werk geweest, hè? Hoe lang moest je stilzitten? Niet heel lang. Dat kan ze heel goed. En er zitten ook, kunnen jullie het goed zien? Er zitten namelijk ook allemaal dingen in. Er zitten, ik zie een vleugel, ik zie een hele schelp hangt erin. Serieus, daar hangt gewoon een schelp. Wist je dat? Ja. Oh, gelukkig. Nou, wat vind jij ervan? Mooi. Jouw haar zit ook heel mooi hoor. Prachtig. Wat gaan jullie zingen? Zet hem op van Lisa, Amy, Shelley. En For You van Dear Heaven Anson. Ja, heel knap hoor. Heel goed. Schuif een klein beetje deze kant. Mag ik een heel groot applaus voor deze kanjers uit Hilversum. Thank you.
Hoe ging het? Goed. Heb je genoten? Ja. Wij ook. Heel knap gedaan. Dank jullie wel. Ga lekker zitten. Goed hoor. Wauw. We halen alvast de volgende groep erbij. Ondertussen laat ik jullie even weten dat we nog 2 weken les hebben op de BLMA. In Hilversum en in Amsterdam. Dus nog 2 lesweken. Kom erbij. Voordat we de zomer ingaan. In Rotterdam is het nog 1 week. Maar wij volgen Noord-Holland met de vakantie. Dus nog 2 weekjes les. Ja, jij weet hoe iedereen moet staan, toch? Jij weet hoe iedereen moet staan. Ja. Ja, ja. Zeg, geef jij maar aan. Jij weet het. Ik zie het aan jou. Hup. Hup. Hup, top, top. Jongens, even goed luisteren nu. Hier. Ja. Zit ze allemaal... Ja, hebben we hem? Oké, super. Zo. Nou, wat gaan jullie zingen? Counting Stars en... We Can Be Friends. En... Ariana Grande en... One Republic. Ja, dus ik vraag een hoop, hè. Het staat hier gewoon, maar ik dacht misschien vind je het leuk om het zelf te vertellen. Zijn jullie er klaar voor? Volgens mij mogen jullie een klein stapje naar voren doen. Ja, sta jij? Ja, heel goed. Mag ik een heel groot applaus? Oh,
Wat ontzettend mooi gezongen, wat een prachtig liedje. Hoe ging het? Goed. Ik voel hem maar, of iets. Ja, zeg maar, je mag alles zeggen. Nee, het ging wel gewoon goed. Nee, je zei, nou, nee, helemaal niks? Alles ging goed. Alles ging goed, dat vond ik ook. Het was fantastisch. Ik heb genoten. Nu mogen jullie het podium via verlaten. Heel goed gedaan. Wauw. Mocht je nou van je kinderen af willen deze zomer, deze bijvoorbeeld, dan kan dat. We hebben de Summer Academy, dus dan kan je ze gewoon een week lang droppen bij ons. Wordt er helemaal voor gezorgd. Niet met slapen, dat doen we niet. Maar wel heerlijk muziek maken, songwriting, workshops doen we. Musical, alles komt aan bod. Dus de Summer Academy deze zomer. Geen groepslessen, maar wel privélessen in de Summer Academy. Ik heb iets heel speciaals voor jullie. Want zoals elk jaar nodigen wij een speciale gast uit die hopelijk iedereen inspireert om je stem nog meer te gaan gebruiken. En dat vinden we leuk. En we zijn nog eens extra trots, want het is een leerling van ons. En ik heb haar leren kennen tijdens een tv-programma. En ineens ging ze helemaal sky high. Wat normaal is, want ze heeft zo'n ongelooflijk mooie stem. En zo'n fantastische uitstraling. En pas 14 jaar oud. En natuurlijk won ze daarom het Junior Song Festival samen met haar partner Seb. En nu is ze hier alleen voor jullie. Dus wie is het? Oh, ik word... Oh, Jasmijn, kom erbij! Yeah! Hallo, lieverd. Kom er even bij. Nou, daar ben je dan. Ze wisten het al meteen. Oh, echt waar? Ik zag ze maar... Jasmijn. Hoe is het met je? Ja, het gaat supergoed. Ja? En nu sta je hier alleen. Is dat dan spannender dan met z'n tweeën? Of zeg je, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker? Nou, ik vind het allebei wel leuk. Ja. Ik vind het allebei superleuk. Dus ik vind het superleuk om met Seb samen te zingen. Want het is natuurlijk gewoon leuk, want dan kan je het samen met iemand doen. Mm-hmm. Maar alleen vind ik het net zo leuk. Nou, en dat laat je ook maar werken. Want je zit ook in een groep hier. Ja, klopt. Op de school. Nou, maar nu ben je hier alleen. En wat ga je voor ons zingen? Ik ga voor jullie zingen Holding On To You, maar dan in mijn eentje. Yes! 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 Ze zijn er helemaal blij mee. En je wordt begeleid door Robin van Veen. Een hele mooie balladversie. Mag ik een heel groot applaus voor Jasmijn? Ben je er wel of ben je er niet? Is het misschien maar alleen wat ik zie? Is er een weg die we gaan? En hoe zullen de sterren dan staan? Ik kan niet zonder, maar wat is dan met? Ik weet als geen ander wat ik aan je heb. Niet alles heeft altijd een naam. Maar wat zijn we dan nu van elkaar? Ik weet dat ik je niet wil laten gaan. I try to dance here on my own, but I am holding on to you. Will you be there? Wil jij dit ook? Oh, I am holding on to you. I'm holding on to you. Wat ik ook doe, of wat ik ook denk, je zit in mijn hoofd en het wil niet meer weg. Laat ik mezelf in de waan, of is dit dan waar we nu staan? Ik weet dat ik je niet wil laten gaan. I try to dance. Thank you.
Zeg. Maar we moeten door. Ja, daar zijn ze. Die staat al helemaal klaar. Hallo. Ja, mag geapplaudisseerd worden natuurlijk. Dat is de voorste lijn. Ja, maar... Oké, waar moeten we staan? Wat gaan we doen? Even oriënteren. En dan gaan we lekker zingen met z'n allen. En wat gaan we dan precies zingen? Mag ik jou wat vragen? Als je niet wil, maar mag je zeggen, oké, wat gaan we zingen? Mijn kleine presidentje van Jaap Reesema en van Volumia blijft bij mij. Och, wat heerlijk. Helemaal in een Nederlandse sfeer zijn we. Nou, ik zou zeggen, gaat het hier goed? Ja. Dit is de bedoeling? Oké. Ja, er wordt nog wat gezegd? Ja, oké. Mag ik een heel groot applaus? Thank you.
Hartstikke mooi gedaan. Ging het goed? Denk het wel, ja. Ik vond het heel mooi. Ik had helemaal tranen en kippenvel. Zo mooi gezongen, zo lief en knap en zuiver en tweestemmig. Knap hoor. Heel goed gedaan. Ga lekker zitten. Geweldig. Wij gaan naar de jongste van deze show. 6 tot 9 jaar zijn ze. En dat sta je hier in het concertgebouw, dat is toch een dingetje, hè? Kom er even bij. Ja, helemaal kijk eens even de glitters. Ga lekker staan. Lekker staan, lekker staan. Jullie zien er echt prachtig uit. Kijk, nou. Ik ben helemaal onder de indruk van deze outfits, hoor. Hè? Dit is toch ongelooflijk. Zo. Nou, ik zie twee hele bijzondere liedjes. Wie weet het? You Raised Me Up, maar ik weet niet van wie. En ook nog Mensen het Kind van Tarzan in de film. Enig. Heb je er zin in? Heb jij er zin in? Ja. 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 Ze zijn klaar. Applaus. Thank you.
Heb je genoten? Ja. Oh, nou, het is allemaal heel grappig. En wil je nog een keer wat zingen of zeg je nou, ik ben wel klaar nu? Ik ben klaar nu. Ja. Dat dacht ik al. Dank jullie wel. Super goed gedaan, zeg. Wauw. Nou, aan durf geen gebrek, hè? We zijn alweer bij de laatste groep uitgekomen. En zoals ik net al zei, hebben we in Hilversum... Hallo. Nog twee, en Hilversum en Amsterdam nog 2 weken les. En in Rotterdam nog 1 week les voordat we de zomervakantie ingaan. En volgend jaar, wij gaan ons deze zomer al klaarmaken voor het volgende seizoen. Namelijk het 25e seizoen. Ja, dat is wat. Dat we dit al 25 jaar mogen doen. Je kan je nu ook aanmelden voor dat seizoen natuurlijk. Maar voordat we daarmee starten, gaan we eerst met jullie verder. Hebben we er zin in? Ja? Wat zien jullie er... Ja? Ja, het staat op het kaartje. Lucien is jarig. En hoe oud ben je geworden? 22. 22! En kom even een beetje naar voren. Lucien, hoe lang zit jij al op zangles? Ik denk dat dit de 15e jaar is. Ja, 5 seizoenen lang. En wat vind je nou zo leuk aan dat je zelfs op je verjaardag samen gaat zingen? Ja, heel leuk. Ik vind zingen echt het leukste wat er is. En ik hou hier zoveel energie uit. En ik doe het met liefde en ik vind het heel leuk. Dus een cadeautje. Nou. Een cadeautje voor Lucien. Lang zal ze leven. Nou, iedereen kan wel lekker zingen, hè, geloof ik. Hey, wat gaan jullie zingen? Still the One van Shania Twain en With You van Chris Brown. Prachtig. Ik wens jullie heel veel plezier. Zet hem op. Thank you.
Goed gedaan, dames. Happy? Zeker, ja. Klonk als een klok. Ik zou zeggen, ga heerlijk je verjaardag vieren met deze meiden na afloop. Ergens leuk. Heel erg mooi gedaan. Dank jullie wel. Ga lekker zitten. Top. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen. Wat gaat dat ongelooflijk snel. Voordat we zo meteen de zaal verlaten, mogen de leerlingen als eerste naar buiten. Omdat er ook nog een paar jonkies tussen zitten en iedereen heeft zijn spullen daar, naar die kant toe, in een andere zaal, backstage. Dus daar mogen jullie iedereen ophalen. Of natuurlijk voor de volwassenen mogen lekker zelf weg, dat snappen jullie wel. Dat even gezegd hebbende, maar ik wil eerst een waanzinnig applaus voor alle leerlingen die hier staan. Ga even staan. Jongens, ga even staan. En draai even om. Draai even om. Het kan hangen. Daar. Super goed gedaan. En dat kan natuurlijk alleen maar zo goed onder leiding van deze zangcoaches. Ga even staan. En kom erbij. Merel, Marie, Fabienne, Milou, Sanne, Kim, Gentle, Julia. En natuurlijk Katie en Robin. En beloofd is beloofd, we gaan natuurlijk niet weg voordat we de zaal zingend hebben verlaten. Ik zou zeggen, ga allemaal staan en can't you feel it? Nee, hij valt niet het kwartje. Super jammer. Van wie hebben ze nou het talent? Ik begrijp het niet. Jaap, zet hem maar in hoor. Hey. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Everybody come out, and let's commence to singing joyfully. Everybody look up, and find the hole that we've been waiting on. Everybody's glad, because the silent fear and dread is gone. Freedom is easy, we've got a heart singing so joyfully. Just look it out, you will tune yourself to check it out. Can't you feel everything? Can't you feel it? Everybody be glad, cause the sun is shining just for us. Cause I'm going up to the morning, it's a happiness. Hello world, it's like a different way of living now. And thank you world, we only knew that we'd be free somehow. Fijne zondag allemaal!